heb ik een groot aantal templates beschikbaar. Allereerst opzij zetten voor je belasting. Voor iedere ondernemer ZZP'er met een eenmanszaak. Je rekent op basis van je winst snel uit hoeveel je overhoudt van je winst en hoeveel je dus opzij moet zetten voor je belasting. Ten tweede, de part-time ZZP template. Interessant voor iedereen die naast een loondienstbaan aan de slag gaat als ZZP'er. Maar ook wanneer je bijvoorbeeld de eerste maanden van het jaar in loondienst hebt gewerkt en daarna aan de slag gaat als ZZP'er. Deze template rekent dan voor je uit hoeveel belasting je moet betalen over je ZZP-inkomen. Of de template uurtarief bepalen als ZZP'er. Ik zie zoveel ZZP'ers die een veel te laag uurtarief hanteren. En met deze template reken je uit hoeveel je minimaal zou moeten vragen om onderaan de streep voldoende over te houden. De eenmanszaak of BV template. Vanaf een bepaalde winst is het fiscaal voordeliger om je eenmanszaak om te zetten naar een besloten vennootschap. Je kunt voor je eigen situatie uitrekenen wat het beste bij je past. De auto van de zaak of privé rijden. Je kunt ervoor kiezen je auto op de zaak te zetten en alle autokosten af te trekken van je winst, maar dan krijg je wel te maken met bijtelling. Een andere keuze is om je privéauto te gebruiken en de zakelijk gereden kilometers in rekening te brengen. En deze template rekent dan voor je uit wat in jouw unieke situatie het voordeligst is. De Youngtimer template. Heb je een auto van 15 jaar of ouder, dan reken je met deze template uit of de bijtelling over de lagere dagwaarde opweegt tegen de relatief hogere btw-privécorrectie. En de laatste template is de prijs van je product. Als je zelf producten maakt, is deze template heel nuttig. Zo weet je welke prijs je voor je product moet vragen, zodat je voldoende overhoudt. Deze template is te gebruiken voor meerdere producten. Alle templates zijn direct te downloaden via thehappyfinancial.com/shop. Zijn er nu templates die je mist, die je graag terug zou willen zien? Laat ze me hieronder dan vooral heel even weten in een comment. Wie weet ga ik er dan mee aan de slag.